Waarschijnlijk kijkt deze man veel films en denkt hij dat er overal laserstralen zijn die hem kunnen detecteren, want hij gaat er maar bij liggen. Je moet even door de spinnenwebben heen kijken, linksonder in beeld. Daar sluipt iemand naar het autobedrijf aan de Kuierhuislaan, dat is in het buitengebied van Zwolle. De beelden zijn gemaakt op vrijdag 1 september rond 3:10 s'nachts. Er wordt een deur van de werkplaats geforceerd en een ruit vernield. In de werkplaats zien we eerst een been naar binnen komen. Dan volgt het tweede been en daarna het complete lichaam van de inbreker. Waarschijnlijk kijkt deze man veel films en denkt hij dat er overal laserstralen zijn die hem kunnen detecteren, want hij gaat er maar bij liggen. Uiterst langzaam, als een soort naakslak, kruipt hij op zijn knieën en ellebogen in de richting van de deur. We versnellen het beeld even, want deze inbreker doet daar ruim 10 minuten over. Het is inmiddels bijna 3:30 in de nacht en hij is eindelijk bij de deur. Blijkbaar heeft hij alle tijd, want hij blijft zich in een slakke tempo voortbewegen. Uiteindelijk sluit hij de deur achter zich en zien we hem opduiken in de showroom tussen de auto's. Hij kan wel snel bewegen, want ineens heeft hij de vaart erin. Hij rent dan snel terug naar de werkplaats en wil weer door het gat naar buiten kruipen. En daar zien we op dat moment een andere man rond het autobedrijf rennen. Het is blijkbaar zijn handlanger en die stuurt hem weer terug de werkplaats in. En diezelfde handlanger klimt dan ook zelf maar naar binnen. Hij wil dat de kluis wordt meegenomen en die heeft hij hier te pakken. Onder zijn arm gaat hij mee. De kluis wordt door het gat naar buiten gegooid en dan gaan de inbrekers er door hetzelfde gat achteraan. Esmee, deze inbrekers zijn een behoorlijke tijd binnen geweest. Ja, klopt. Zo'n 20 minuten. Nou, dat duurde zo lang omdat die man dus extreem langzaam al kruipend over de vloer van de werkplaats ging. Nou, het ging ze dus duidelijk om die kluis. Daar hoopten zij veel geld in terug te vinden. Nou, dat is niet gelukt. Er zat enkel wat los geld in en wat papierwerk van de auto's. Veel werk dus voor een zeer geringe buit. Ja, maar de eigenaar van dit bedrijf baalt wel, want her en der zijn wel wat vernielingen aangericht. Ja, klopt. De achterdeur op de werkplaats die is geforceerd. Daar schade ontstaan en ook zijn de ruiten vernield. Dat is natuurlijk een enorme schadepost voor die ondernemer. Tel daarbij ook nog eens de diefstal van de kluis bij op en al het extra werk wat erbij kwam kijken omdat hij die papieren van die auto's mist. We zien de inbrekers ook buiten bij het autobedrijf. Is bekend waar ze vandaan kwamen en waar ze uiteindelijk naartoe zijn gegaan? Nou, helaas niet. We zien ze aan de Kuierhuislaan door het weiland rennen, naast het autobedrijf. Maar we weten niet uit welke richting ze zijn gekomen en ook niet hoe ze zijn vertrokken. Nou, mogelijk hebben ze een voertuig gebruikt. Nou, als iemand daar iets over kan vertellen, dan horen wij dat graag. Nou, het autobedrijf ligt hemelsbreed op een kilometer afstand van het Isela ziekenhuis in Zwolle. Nou, het is best mogelijk dat er mensen zijn die op 1 september tussen 3 en 4 s'nachts daar in de buurt iets verdachts hebben gezien of gehoord. Nou, mocht dat het geval zijn, neem dan meteen contact met ons op. Ja, de mannen hebben zich wel goed vermomd, maar toch hopen jullie dat iemand ze herkent en contact opneemt. Ja, de mannen hebben inderdaad best hun best gedaan, zodat wij ze niet herkennen. We kunnen hun gezicht dus ook niet goed zien. Maar af en toe kun je wel een glimp van een gezicht opvangen. Nou, misschien herkent iemand deze inbrekers aan de kleding, de schoenen die ze dragen of hun manier van bewegen. Nou, we willen heel graag weten wie dit zijn, want dan kunnen we voorkomen dat ze dit vaker doen. Alle tips over hen zijn welkom. Bel naar de tiplijn of meld misdaad anoniem.